hallo. Hey, hier. As, hier. Hallo. Balkon. Yeah. Hier zijn we. Ja. Hallo. Ja, op het balkon. Komt u maar. Jawel, welkom en leuk dat je kijkt naar het tweede E3-journaal hier vanuit de Power Unlimited Villa. In Los Angeles. In Los Angeles. We zijn hier op het balkon van de prachtige, nostalgische, epische en geweldige villa. Oh. En we gaan je binnenkort alle hoeken en gaten van deze prachtige plek laten zien. Maar eerst. Ja, maar we eerst. We zijn hier niet zomaar gekomen, geteleporteerd. Die technologie hebben we helaas nog niet. Het ging iets langzamer, namelijk met het vliegtuig. En dat hebben we ook allemaal op de gevoelige plaat gezegd. De bewegende gevoelige plaat. Dan. Ja, en daar gaan we nu naar kijken. Nu, bam! Ja, inderdaad. Het was vroeg op voor de jongens. Om 7:30 maar liefst verzamelden ze op Schiphol. En het was druk. En daar had Jan natuurlijk geen trek in. Onze golden boy wist wel raad met de situatie. Hey Jan. Ja? Er staan allemaal dikke rijmen, hè? We gaan niet in de rij, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan even onze Flying Blue Gold. Ik mag één iemand meenemen, dat ben jij. Dan gaan we even inchecken bij Business Class en dan gaan we even in de lounge. Ja, we gaan even naar negen. Ja, dankjewel. Lekker soepel gaat. Die andere jongens die staan nog in de rij, hoor, denk ik. Denk het ook. Die staan zich erop te winnen. Die beginnen steeds meer hekel aan ons te krijgen. Ja, die staan vast eigenlijk nog in de rij. Ja. Die zijn nu voedelpoppetjes van Tjeerd en Jan aan het maken met spelden daar zo in. Kijk, we zitten hier 5 minuten van de gate. Perfect. Kijk, en hier ziet u dan Jan Meijroos en zijn favoriete habitat. Je ziet dat hij helemaal in zijn sas is. Hij loopt hier een beetje rond alsof hij de place woont. Kijk, je ziet zijn staartje kwispelen dan. Kijk, zie je zijn staartje kwispelen. Hij is helemaal niet in zijn sas. Ja, het is een natuurlijk habitat dit. En ze sloten Jan en Tjeerd met hun buikjes vol weer aan bij de wachtende paupers. En om 10:00 vertrok het vliegtuig naar L.A. Voordat de villa betrokken werd, moesten er natuurlijk ook boodschappen gedaan worden. En niemand minder dan Padre Paoroni, het dus, ontfermt zich deze week over de gezondheid van iedereen. Gewoon naar de McDonald's en de Taco Bell. Nee, jongens, dat hebben we wel vaker gedaan. En dan komt de helft komt een ziek thuis, wegens het gebrek aan vitamintjes. En dan gaat deze meneer ervoor zorgen dat er gezond gegeten wordt. Gezond eten dus, moet volgens Ed. En laten we maar gelijk beginnen met de epische barbecue die hier aanwezig is op dit terras. En we hebben er zelfs beneden nog één, maar dat gaan we zo meteen laten zien. Eerst de barbecue, die staat daar recht achter je. En Niels en dan kan ik wel. Expert, Niels is de papa van de barbecue. Dus laten we Niels even vragen in 14 seconden hoe hij dat doet.
Ja, nee, ja, kijk, gezond als wij zijn, eten wij groenten. En dat zijn deze. En dan doen we wat vlees bij. En dat is het. Klinkt lekker. Gaan we doen. Maar trouwens, Wouter, nu we hier toch staan. Ja, hè? Nu we toch staan. Laten we gewoon even direct een rondje door de villa lopen. Weet je, waarom ook niet? Het is niet een rondje, dat wordt een ronde. Ja, dit is een villa, is een kasteel. Dit is een kasteel. Heb je ooit zo'n grote woonkamer gezien? Ja. En hier rechts staat Bart op een fucking een of ander raar krukje staat hij te rockbenden. Ja, want en er staat een gast, staat daar een flipperkast. We hebben een Robocop 2. Dat vind ik, nee, niet Robocop. Terminator. Dat vind ik echt het hoogtepunt van deze villa. De fucking briljante Williams Terminator. En jij hebt op dit moment de topscore flipperkast, 42 miljoen heb ik op mijn naam staan. Ik ben er vrij trots op. 42. We zijn hier pas één dag, dus dat gaat gebroken worden. Dit is de monteertafel. Hier wordt gemonteerd door Wessel. Jan zit er voor de sier bij en Jurrie en ook. Die doen helemaal niks. Ja, Wessel, lach mij even. Ja, lach mij. Je vindt het leuk. Ja, nu weer verder. Verdomme. Hij is blij. Hij vindt het leuk. Hij vindt het leuk om slaaf te zijn. Laten we snel naar de paaldanspaal gaan, Wouter. Ja. Ed heeft het al gedemonstreerd. En ik ben bang dat ook alleen Ed... Hoor je dat geluid? Dat is een paal... Als een paaldanspaal dat geluid maakt, is hij goed. Echt waar. Jij hebt er verstand van. Hij kan wat hebben, hè? Ik kan een trucje trouwens, hè, op een paaldanspaal. Een trucje? Ik kan een trucje. Hou eens vast, ik kan een trucje. Ja, ik we letten er net op. Ja? Horizontaal. Het is ongelooflijk. Als het sexy was geweest, dan was het helemaal ongelooflijk geweest. Maar natuurlijk is dat het niet. Goed, genoeg gekkigheid. Laten we snel naar de kamers gaan, want die zijn hier ook. Dit is de master... bedroom. En dan denk je, nou ja, leuk, hè? Leuk zo'n bedroom. En maar heb je dat gezien, dat witte vlak daar? Wat denk je dat dat is? Dat is voor je beamer? Ja, een eigen beamer! Nee, jawel! Is. Fucking hell. Ik slaap hier met Jan. Om die... Ik heb gestreden voor die slaapkamer met die 42 inch. En er is er gewoon eentje met een bier. Ja, ik heb een huis geboekt, dus ik dacht, deze kamer is van mij. Hell. En dit is dus onze uitgang. Dit is ons eigen balkonnetje. Ja. En hier ga je met de trap naar beneden. Zullen we gelijk naar beneden gaan of zullen we de andere slaapkamers erbij pakken? Zullen we even zo langs naar de andere slaapkamers? Gelijk de andere slaapkamers erbij. Kom maar naar binnen. Dan gaan we naar de drukst bezochte slaapkamer. Dit is zeg maar de coolste kamer eigenlijk. Hier gebeurt het wel. Hier slapen 5 mensen, nietwaar? En hier, dit moet nog een beetje verdeeld worden. Tjeerd, Wessel, jij en Bart slapen hier over 5 bedden ongeveer. Hoe we dat gaan doen? Let even op, hè. Hallo, even geen kinderachtig uitzichtje dit, hè? Nee, absoluut. Hier al. Op het zwembad, op LA en downtown daar in de verte. Ja. En dit geweldige zwembad, gast. Je kan bijna uit je raam springen. Ja, ja. En dat hebben jullie ook gedaan vanmiddag allemaal. Let op, hè. Ben je er klaar voor? Ja. Gewoon een tussendoorroute naar het zwembad. Ja. Wauw! Dus je wordt wakker. Je kan gewoon met je blote lul s'ochtends wakker worden en direct het zwembad inlopen. Ik zweer dat ik dat en laten doen, we maar gelijk naar het zwembad gaan, want dat is ook het mooiste stukje van deze villa. Hier zit ook nog een deur, maar ik weet niet. Dat blijft een geheim. Ik weet niet wat daarachter zit. Oké, Wouter, dit is het zwembad. Ja. We hebben prachtige powerlimited strandballen en powerlimited strandhanddoeken. Ja, en daar zit ook nog een klein bubbelbadje bij. Ja, die nu ook niet bubbelt, maar dat doet hij normaal gesproken wel. En dit, Wouter, dat weten we allemaal, dit is een Ficus Benjamina. Wat is dit? Holy fuck. Holy shit, iemand loopt te fokken met ons. Die gekke. Dat is bier of zo. Er wordt iets naar beneden gegooid. Dat is een bar. We laten ons niet afleiden. Dit is een outdoor bar. Dus wij gaan hier binnenkort een feestje houden, dinsdagavond denk ik. En dan kun je hier gewoon lekker drankjes. Hier, wil je een Sprite? Kut. Wil je een Sprite? Of een cola? Krijg je dat van mij. Ben je in de tuin werken? Wat de fuck is dit dan? Ik denk dat is om het zwembad schoon te maken. Of is dat voor die sport, dat je zo'n balletje moet vangen? Ik dacht een fakkel. En dan kan je hier nog naar beneden lopen, allemaal leuke dingen erop en eraan. Het is zo'n hangstoel, hè? Dat zie je volgens mij ook alleen maar in LA. Dat is echt voor als je... Heb je die al geprobeerd? ...volledig rijk... Is dat lekker, zo'n hangstoeletje? Dan mag je zo'n hangstoel hebben, anders niet. Nou... Een hangstoeletje dus. Dan moet je dus echt niet hier gaan liggen. Oké, ja. Goed. Nice. Dat is echt een hangstoel. Ik hou het wel. Nou, bedankt voor deze rondleiding. Dat is geen probleem. Schizofrene aap. Nee, alsjeblieft. kijk ook naar het volgende, de rest van het E3-journaal. Ja, morgen weer, hè? 4 uur, dan zijn we er weer bij. Dan zijn we erbij. E3, LA.
einde van de eerste dag in L.A. Ik moet zeggen, de reis viel niet mee. Maar eenmaal aangekomen was de villa nog mooier dan in onze dromen. Het was nog mooier dan ik had gedacht. Ik geef daarom deze dag een dikke 8. Ik had deze dag voor geen goud willen missen. Maar na 15 bier ga ik eerst het zwembad vol pissen. Dutch, je microfoon! Oh. Jammer.